Chesto, welkom bij een nieuwe vlog. Heel my clone Chesto, vandaag is het zover. Ik ga vandaag trouwens naar een karate toernooi waar we gaan kijken. Dus ik ga jullie meenemen. Dus laat toch als je blauw duimpje omhoog achter. Dat helpt mij enorm. Het is een Europees kampioenschap voor ja, kinderen en mensen. Maar het is meer voor de grotere. En de kinderpartijen daar zo, die zijn gewoon om ja, de kinderen te laten vechten. Simpelweg. Dus we gaan er naartoe. Ik ga gewoon een beetje voor jullie filmen. Dus let's go. Ik ben zo'n maand naar voren geweest. Hoi pap. Hoi mam. Hi schat. Dit is nog steeds een raar idee, joh, dat hij weg is. Nou, ja, hè? Waar heb je zich nou een opgehaald? Nee. Een schuurtje. De mat, jongens, dit is hem. Hier gaat alles gebeuren. Twee keer één minuut. Doorgaan!
Daar gaat ze de bal, jongens. Oké. Chester die gaat voetballen. Ga weg. Ga aan de kant. Let op, jongens. Ik ga dat goal schieten. Dat gaat nooit goed komen. Let maar op. Nee, dat ging niet goed. Nee. Dit is Sino, oftewel gewoon een retard keeper. Daar is Rode Jennifer. En dat is Jordan, ik weet je. Nog een goal. Ik sta veilig achter het goal, jongens. Hey, 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 gay fight, gay porn. Zo, het is natuurlijk een pauze van het toernooi. Het is op dit moment iets over 5:30, zoals je ziet. En we moeten nog eventjes, want er zijn nu nog iets van 4 partijen of zo die nog moeten. En net was ik aan het vroegen, toen kwam iemand zo fucking rende mij uit de wc lopen. We zitten hier in de kleedkamers. Dus als we aan het vechten zijn, als je moet vechten, moet je hier meestal omkleden. Dan heb je hier een deur die gaat naar de ring. En hier kan je altijd douchen. En hier heb je lekker een wc'tje. Zullen we even kijken wat de douche doet? Ja, is okay. Goed. Wacht. Hij is toch wel waterbestendig of zo? Nee. Oh my god. Ah! Hij doet het nog. Ja. Zino. Zino is Europees kampioen geworden. Ja. Gefeliciteerd, hè? Gefeliciteerd, hè? Nou, het toernooi is dus weer afgelopen. Deze vlog hierbij ook dus. Vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achterlaten. Help mij enorm. Ik ga nu gelijk de vlog editen, want er staan sommige beelden op van een vriend van mij die ik eventjes op een USB-stick zou kunnen moet zetten. Zodat zijn ouders dat kunnen kijken. Dat ga ik nu doen. Bedankt voor het kijken. Morgen weer een nieuwe video. Zoals ik altijd zeg. Doei.